Nee, inderdaad. Ik denk dat Kwik gewoon de verdiende winnaar is vandaag. Ze waren beter in alle opzichten, dus ze zijn de verdiende winnaar. Proficiat aan Kwik. Mag ik vooral zeggen, de tweede helft? Ja, inderdaad. Ze starten beter en wij komen gewoon niet meer terug. Waar we normaal zo sterk in zijn om terug te komen naar de rust, kunnen we vandaag niet en, ja, en daardoor verliezen. Heeft de omstandigheden er iets mee te maken? Het was vandaag zeer warm, ja, een paar misverstanden en dan kan het al snel escaleren. Ja, het weer heeft zeker een oorzaak geweest. Maar ik denk ook de vele supporters, de stress er rond. Ja, het is altijd moeilijk spelen dan. En ja, Kwik heeft daar beter mee omgegaan. Jullie zijn nog een jong team, dus jullie gaan hier nog wel eens staan, denk ik. Ja, ik hoop dat we hier volgend jaar terug kunnen staan. Dat is ook wel ons doel, want dat zou wel leuk zijn. Ja, dit Floriant heeft korfbal in het Gentse toch op de kaart gezet dit seizoen? Ja, inderdaad. Het is de eerste Gentse ploeg sinds 1920 die de finale speelt. Dus ja, dat is al redelijk lang geleden natuurlijk. Had je dit aan het begin van het seizoen verwacht van ik ga een medaille halen met Floriant? Nee. Ons doel was om niet te degraderen, zowel in het veld als in de zaal. En dat is ons gelukt. Dus op zich was het al een hele prestatie dat we hier stonden vandaag.